the early morning is not my best friend. But if you want to see many spots in one day, then you have to get up early. Our first spot for today is an abandoned castle out of the 16th century. It was located somewhere far away in the countryside. You could almost say that this is a Disney castle. It's guarded by white horses and the bedrooms were like fairy tales. Don't forget to press the bell button next to the subscribe button. Zijn jullie de paarden van het kasteel? Ja, de lieve paarden. We asked the guards if we could enter the castle. But they didn't really reply it. So we assumed that as a yes. Dus we zijn binnen in Château Disney. En natuurlijk gaan we jullie hier alles laten zien. Het eerste wat ik hier zie... is aan de kop van een dier. Dat hier al niet. Dit hangt hier ook aan de muur. En het is eigenlijk een sanitaire ruimte waar we binnengekomen zijn. Want hier zijn toiletten. Alleen voor ons. Dus wij komen hier binnen. In de grote hal. En ik zie hier al gelijk een boekenkast staan. Echt van die hele schone boeken. Een hele sierlijke kast ook. En ze leggen er altijd zo van die stenen bij. Hè? Dat heb ik echt al heel vaak gezien. Kristallen of zo. Of wat is dat? Kristalstenen of zo. This was the entrance hall. There was a large pool table and some old castle furniture. The craftsmanship of these chairs was amazing. Unfortunately, it has seen better days. En zoals we dus zien, op het eerste zicht is dat hier kei groot. Je hebt hier als alle kant kamers. Wauw. Ook die stoel dat hier staat. Hè? Zo zo'n grote stoel, zo, een kasteelstoel. Tegen die pilaar. Hier aan de andere kant staat er ook een. Alleen hier zijn de leuningen afgebroken. We have checked every room in this abandoned castle. And as usual, we couldn't believe our eyes. So many beautiful details that were fading away into decay. Why are these castles uninhabited? So much history, so much has happened here. Castles like these are waiting to be visited. It's a shame that humanity let it rot. En je ziet ook al gelijk dat dit een groot kasteel was. Oh, deze is voor die puntenscoring van die... biljart. Een grote bankje op een vloer. Dus dit is een uitzicht dat die hadden als ze hier op de bank zaten. Dan zag je zo heel die hal, konden ze gewoon die game volgen. Dan gaan we hier eerst een kamer aan de zijkant naar binnen. Eens kijken wat hier allemaal te zien valt. Een hele schone zetel. Hoeveel? Ik
heb eerlijk gezegd al schooner gezien. Zo'n klassiek oud kasteel Lichtbed. Piano met muzieknoten erop. Ik ga niet op deze piano spelen. Rondom deze chateau zitten paarden. En elke dag komt hier iemand om die paarden eten te geven. En die paarden hebben vandaag nog geen eten gehad. Want die kwamen net nog langs, die dachten dat wij eten gingen geven of zo. Dus, volgens mij is die foto ook gewoon hier. Ook zo'n vogeltje. Oud klokje. En ook die, ja, die baron schilderijen of zo. Zeer ver. Franse vlag, trots op eigen land. Volgens mij hangen hier schilderijen, maar zijn die weg. Ziet, er zijn er al een paar afgehaald. Je ziet aan die donkere vlekken. Deze is ook nog een heel cool kokje. Er zit ook met die hondenkoppen of leeuwenkoppen aan de zijkant. Romeins klok. Umi was in the room next to this one, so I went to have a look too. There was a table set up for a tea party. Unfortunately, there wasn't any tea. Okay, actually there weren't any cups either. What am I saying? Okay, to come back on topic. As you can see, there are many historical furniture in this castle. Furniture used to be a work of art. Nowadays it's all straight and tight. Sometimes I wish I lived in an intact medieval castle. En Umi zit hier in een andere kamer. Hier staat, wat zou dat hier zijn geweest? Een theehoekje of zo? Ik weet niet, een klein tafeltje. Ik denk eerder theekransje of zo, ik weet niet. Het is echt wel een hele schone chateau. Kom hier. Dat is echt een kaasschone maat. Ja. Oh, die drank, Umi. Is dat een bekleden of wat? Oh my god, een bekleden drank. Deze. Oh maat. The details of this trunk are amazing. Also, trunks like this are very expensive. It's unbelievable to see them and feel them on an abandoned spot like this. We hope from the bottom of our hearts that this will not be vandalized. So we komen nu op de eerste verdieping van de chateau. Hier zijn natuurlijk slaapkamers die neervallen, maar er is ook één slaapkamer die natuurlijk super fit is. Met blauw wandpapier en zo. We gaan die kamer zoeken en aan jullie laten zien. Deze is een gewone slaapkamer, ja. De eerste die we binnenkomen. Dus we wandelen nu zo één gewoon kamertje naar binnen. Maar wat mij wel opvalt, en heb ik al vaker gezien op deze trip, een chateau met plastic worden net. Ik vraag me af, is dat ter bescherming tegen nat of zo? Of is dat gewoon echt nieuw? We really wanted to see the famous blue bedroom. So we accelerated our search through the castle for that one room. But before we reached the blue room, we found another bedroom that came straight out of a fairy tale. Deze kamer. Ja. Holy shit. Oké, ik mag het normaal niet zeggen, maar ik wil echt gewoon het S-woord zeggen als ik deze zie. Zie, ik heb mijn lamp nog maar op die kronen gedaan en je ziet al die kristalletjes overal zo. Met de pakken, als het gewoon aan is, is heel die kamer vol met sterretjes. Maat, zie die bedden. Umi, deze is een droomkamer van elke vrouw, hè? Ja, echt mooi. Oké, serieus. Maar je hebt hier ten eerste al dit
past bij dit, dit past bij dat, alles past bij elkaar. Maar serieus, deze petjes, die zijn, die rieken heel tof, maar echt, zelfs deze, waar die gordijnen achter hangen, is zo in dezelfde kleuren allemaal. Heel deze kamer is assortie gewoon. Het is een slaapkamer die volledig assortie is. Ja, ik heb al kamers gezien die bijna assortie waren, maar volledig. Het is de eerste keer, zelfs het tapijt. Daar hebben ze de rek in gestoken. After we explored this room, we found the chapel. It was upstairs, right next to the attic. De trapleiding hier is een touw. Hier hangt er eerst een foto in de gang op een lamp. Ik denk dat deze zolderlaan is. Hier is een schoonkamer, denk ik. Dan ga ik een lichtje pakken. Precies zo. Een kapelletje of zo. Ja man, dat is een soort kapelletje. Omi, zet uw lamp hier eens op de grond. Dat is een kapel, hè? Ik dacht dat wel, want dat kastje daar leek al op een soort altaar of zo. Het is gewoon een heel kapel. Je hebt zoiets in je huis. Hier ook juwelen of zo. 7. 8. Dat zijn Romeinse cijfers. En dan heel de altaar hier. Dat is die grote paternosser hier. Het is precies Latijns. Ja, Latijns, ja. Latin is a dead Italian language. Still we find many old books in this language. Can you read Latin? Let me know in the comment section below. Zie al die dingetjes hier, die hangertjes. Oké, nou lang zoeken. Hebben we de blauwe kaas gevonden, want dat is hier echt immens groot. Ik moet toegeven dat dat echt wel vet behangpapier is, maar echt extreem vet. Het bed staat zo in een innameke. Je ziet hier zo'n kinderwagen. En hier de kasteeltoren. Ook helemaal in de behangpapier. Dat is echt schoon. Waarschijnlijk was dit ook de beautykast of zoiets. Je ziet die box is ook helemaal blauw bekleed en zo. Al die kistjes. Dat kun je dan zo één uitpakken. Daar zitten dan waarschijnlijk juwelen in of zo. Ja, nu zit er iets anders in. We had achieved our goal for today. Bring a visit to the Blue Chamber in Chateau Disney. It was so magnificent and elegant at the same time. We could stand here for hours. But we still had some other spots on our schedule. Echt waar, serieus. Wordt 's morgens wakker in een kamer zoals deze. Dat is echt de moeite. So let's move on to the next spot, and I would like to thank you for watching this video, and feel free to subscribe to our YouTube channel for more adventures.